1-1. En de Bos komt nog even terug in die slotfase. Want het is Mees Curvers hier met een hoogstandje. Geweldige goal van deze verdediger. Scoort niet vaak, sterker nog, dit is zijn eerste doelpunt in de hoofdklasse. Maar het is wel een beauty. Kansloos. Dan in de slotfase, dezelfde Hilteman levert de bal in. En het is Janneke van der Venne die de 4-3 scoort. Een geweldige goal van deze van der Venne. Daarmee brengt zij de stand op 4-3. En zo wint Oranje-Rood op het kopje. Belangrijke wedstrijd. En Bulman gaat door, was ook beter in die tweede helft. Dit is een geweldige goal van Casper van der Veen. Hij schiet de bal keihard in het dak van de doel. Meijer heeft de bal alleen maar gehoord en niet gezien. Maar het is wel 4-2. Geweldige goal van Casper van der Veen. En daardoor wint. Of the game. How people can interpret and deal with situations. That's lovely pace. Oh, what a finish. From the tightest of angles. Holding the ball on the stick in one hand, just as she comes around here, dinking it over again and again and again, Maria Gesti, and then pulls the ball back to the right-hand side. Keeper oversteps, she just slips it in to the near castle. Look how happy, what a fantastic goal that was. Voor de landstitel zijn ook goed op weg richting de play-offs vandaag tegen Den Bosch. In kwart 1 niet al te veel spektakel, in kwart 2 gaat het dan los. En weer is het Duco Telgekamp die Kampong het goede voorbeeld geeft. Met één hand aan de stick, waar hebben we dat voor meer gezien? Oh ja! Very odd, it'll be a talking bunny, this one goes in. Oh. Which of course it does! And that's an absolute ripper there from Granbush. Look at the whip. There's a double action in this as he picks it, takes it, and there goes back through it, up and over the big frame of Hene. That's underneath the bottom edge of the crossbar. But Old Georgian's back in possession again. Jackson brings up to the halfway line. Again, takes the aerial route, and what a ball it is again. What a chance, and what a finish. Well, that's what Jackson can do. Up and in, sorry, across the halfway line, the lob over the top. Carson leads off the defender. The defender's got caught ball watching, and Carson then goes, thank you very much. I'm just going to put a bat through it. Does well to control it and miss. The goalkeeper who's coming out sees the near post. Lovely takedown, great body shape, super connection. Kwart met deze Leclerc. En dan is daar de voorzet van Thomas, afgewerkt door Keusters. Een deviatie, maar wat een ingeving van Willem Thomas. Ziet die bal komen en dan smasht hij hem naar de tweede paal. En Keusters, ja, helemaal alleen, maar moet hem ook nog afmaken natuurlijk. Geweldige assist. Gevoel voor ruimte. En dan, ja, mooi binnengetikt. En op die manier. Rotterdam. Het is de zesde minuut van de wedstrijd als Duco Telgekamp hier rond het eigen 23 meter gebied de bal krijgt. Hij versnelt en zoekt de weg naar links. Pakt 10 meter, 20 meter, 30 meter. Nog steeds met dat ene handje aan de bal. Komt in de cirkel en dan deze magistrale uithaal van Duco Telgekamp. Een wereldgoal met de hoofdletter W. Fantastische treffer van deze spits van Kampong. De eerste kans van de wedstrijd en zo'n parel van een goal. Die daar suist langs de helm van Dirk Meijer. Ja, hij is wel 3 herhalingen waard. Misschien. Voetreding, volledige controle. Begin van het vierde kwart. We zijn eraan begonnen. De La Torre zoekt de combinatie met de Naaier. Lekkere paas van de Naaier. De La Torre, de Naaier. De La Torre, de Naaier. De Naaier gaat uithalen. Scoort! Wat een doelpunt! Wat een doelpunt van Dragon. We zijn 14 seconden ver in het vierde kwart. Alleen De La Torre en De Naaier hebben bij wijze van spreken de bal aangeraakt. Ja, Carr doet wat hij kan, maar deze bal is onhoudbaar. Een raket in het dak van de goal, 2-0. Ja, daarnet bijna de 1.